Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. De tweede speler in onze serie over het afscheid van het Zuiderpark is Cor Lems. Speler in Den Haag tussen 1986 en 1994. Nou Cor, maat, ja, onwijs tof dat je komt. Wat heb je een LinkedIn-shirt dan, 010? Ja, ik ben er geboren en je moet je afkomst niet verloochenen, dus... Heel veel supporters, Cor, die... We staan al bij het Zuiderpark, je weet, alles gaat weg. Die zien jou als een Haagenees. Ja, dat denken heel veel mensen, maar ik ben een Rotterdammer, maar met geel-groen bloed. Ja, want begrijp jij in Midden-Noord dat jij van hun een icoon bent? Nou, ik begrijp, het is ontstaan in de jaren 80. En ja, ik ben er wel blij mee met die status. Nou, dit is een van de laatste maand dat hij er staat, het gebouw. Gaan we even binnenkijken. Kijken of je nog wat herkent. Is goed. Oké, gaan we. Dit was je kleedkamer, Cor. Waar zat je? Ik zat achter die deur daar. Achter deze deur? Nee, achter deze deur. En dan zat je hier zo in het hoekje en dan kwam de trainer binnen en die ging het vertellen. Die stond daar dan en die ging dan het een en ander vertellen. Wat voel je nou als je binnenkomt in zo'n kleedkamer? Voel je nog wat? Nou, doe je toch wel wat. Het is natuurlijk doodzonde dat het allemaal weggaat. Maar ja, je houdt het niet tegen, die vernieuwingen van de stadions en zo. Het moet, hè. Als je terugkijkt naar die tijd, wat is je leukste tijd geweest? Leukste tijd... Ja, ik moet zeggen, dan 7,5 jaar, dit is gewoon één leuke tijd geweest, 7,5 jaar lang. Je hebt collega's, ze noemen het collega's, maar wij waren toch echt meer een vriendenploeg. Ja. En ik heb het gewoon ontzettend naar mijn zin gehad. Nou, dit was dan het spelersom, hier deden jullie je happy? Ja, tussen de twee trainingen door aten we hier zo, met de hele groep. Ziet het er nog hetzelfde uit? Ja, bijna wat hetzelfde, alleen een paar andere kleurtjes. Ja. Andere fotootjes, denk ik. Maar... Dit is natuurlijk de plek voor een bak koffie, hè? Inderdaad, ja. Hey, Laat. Hoe is het? Wat transpireren, hoe heb je het teruggemaakt weer? Ik heb wel eens een keer hier bovenop die tunnel gelegen. En er was eentje die was met een balletje aan het tikken tegen de muur. En ik had twee ballen meegenomen. En ik gooide er steeds eentje op zijn achterhoofd. Maar hij wist niet waar het vandaan kwam. Nee. Dus de tweede bal gooide ik en toen had hij me gezien. En is hij een paar jongens gaan halen. Hebben ze die... hoe heet dat? Die gang. Ja. Hebben ze toen ik er bovenop lag, hebben ze hem naar buiten geschoven. Dus ik lag erboven zo. Boom, boom, boom. En toen een klap... Ik kwam niet tegen het hek aan. Het hek was natuurlijk dicht. Natuurlijk. Maar voor hetzelfde geld word je nog onthoofd ook? Nee, dat niet. Nee? Nee. Dat is genoeg ruimte. Hou hier. Bovenop. Ja, die knietje, dat is... die moeten we even los gaan maken. Dus hier, op zo'n bankje, daar heb je ook wel wat keertjes gelegen, maat. Ja, zeker de eerste twee jaar bij ADO of bij FC Den Haag heb ik op die bank gelegen. Ik ben natuurlijk twee jaar geblesseerd geweest. En ik heb veel uurtjes op die bank gelegen, ja. Als ik terugdenk aan Cor Lems, dan denk ik altijd afgezakte sokjes. Liever geen scheendekkers aan, want je bent ook wel eens van het veld gestuurd omdat je scheendekkers aan moest gaan doen, klopt dat? In het begin dat ik hier speelde was het nog niet verplicht, maar na een paar jaar was het verplicht en... Ben ik inderdaad wel eens naar binnen gestuurd, omdat ik ze niet om had. Je bent helemaal gemasseerd. Gaan we nog even het veld op?
Ik ben er klaar voor. Yo! Nee, er staat nog maar weinig. Je kan zeggen een tribune, maar het is meer een halve tribune. Ja, het dak is eraf. Ja. Strafgewaaid een paar jaar geleden. Nee. Ja, de laatste platen. Toen er gingen platen uit en toen hebben ze hem helemaal weggehaald uit veiligheid. So if you meet me, have some courtesy, have some sympathy, and some taste. We zijn een stuk wijzer geworden. Ik heb weer een hoop dingen van je gehoord. En het gaat je goed als trainer. Dankjewel. Kom je nog een keertje hier trainen? Ze weten me... Te vinden. Ze weten mijn telefoonnummer, ze weten waar ik woon. Ja. Dus, kom goed. Ik zit nog steeds te wachten, al jarenlang. Oh, nou dan ga ik daarover babbelen. Nou, dit was het tweede deel van afscheid van het Zuiderpark. Ik ben bijzonder blij dat Cor bij me was. En ik zeg, laters.